Het Nationaal Park is in 1935 ontstaan vanuit de nalatenschap van het echtpaar Krullenmuller, die hier op de Veluwe heel veel grond heeft gekocht en uiteindelijk het landgoed hebben gesticht. Het Nationaal Park is 5.500 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit hei en bos. Zoals hier ook een hele mooie combinatie te zien is. Het Nationaal Park werkt actief aan de balans tussen economie en ecologie. De ecologie wordt verzorgd door onszelf. Dat zijn de planten, de beesten die voorkomen. Verschillende beesten en planten die hier zeldzaam zijn in Nederland of in Europa. En de bezoekers die uiteindelijk door het geld wat zij binnenbrengen mogelijk maken dat wij het beheer kunnen voeren. Wat verwachten wij nu van Europa? Europa doet heel veel hele goede dingen. Afstemmen van regels, afstemmen van beleid, heel goed. Het probleem is alleen dat heel veel dingen voor het vak wat wij uitoefenen te juridisch is geworden. Voor wat ons betreft gaat het om een nalatenschap die we honderden jaren in stand willen houden. Het zou ook fijn zijn dat vanuit die gedachte iets meer zelf ook de besluit kunnen nemen wat uiteindelijk goed is voor het landgoed. Goed voor het verdienmodel, goed voor de biodiversiteit, goed voor het landschap, goed voor de planten en beesten die hierin leven. Wat is ons doel voor de toekomst? Ons doel is om dit landschap, deze nalatenschap door te geven aan de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van hetgeen wat we nu aantreffen en dat wij de landschappen houden zoals ze nu zijn.